said. Een glas rode wijn is gelijk aan een stevige workout. Een glas rode wijn is gelijk aan een stevige workout. Volgens verschillende studies zou een goede dosis resveratrol, een nutriënt uit rode wijn, de hartfunctie, spierkracht en fysieke prestatie verbeteren. Je hoorde vast en zeker al tijdens verschillende gelegenheden dat het dagelijks drinken van een glas rode wijn vele voordelen heeft voor de gezondheid. Natuurlijk een extra reden om regelmatig te genieten van dat glas rode wijn, dat reeds eeuwenlang iedereen smaakt. Als je er nog niet van overtuigd bent dat je vaker een glaasje rode wijn kan drinken, lees dan onderstaand artikel, dat de vele gezondheidsvoordelen van rode wijn uit de doeken doet. Dus denk eraan dat je vanaf nu steeds dat lekkere flesje rode wijn in huis haalt. Een glas rode wijn kan gelijk zijn aan een workout van een uur volgens een recente studie van wetenschappers aan de Universiteit van Alberta in Canada is rode wijn rijk aan de component resveratrol, die in staat is de hartslag en spieractiviteit te verhogen. De resultaten van hun onderzoek toonden aan dat het drinken van een glas rode wijn per dag hetzelfde effect kan hebben als een stevige workout van een uurtje. Het team ontdekte dat hoge doses resveratrol fysieke prestaties, de hartfunctie en spierkracht verbeterden en dat één glas rode wijn daardoor gelijk kan staan aan een uurtje sporten per dag. Het spreekt vanzelf dat deze resultaten ontdekt werden bij mensen die de wijn combineren met gezonde voedingsmiddelen zoals noten, fruit en groenten en die regelmatig lichaamsbeweging in hun wekelijkse agenda opnemen. Na deze resultaten besloten de wetenschappers de studies in verband met resveratrol verder te zetten en te onderzoeken wat deze voedingsstof kan betekenen voor patiënten met diabetes en hartaandoeningen. Nog meer voordelen van een glas rode wijn. Wist je dat de hierboven opgesomde pluspunten van rode wijn voor de gezondheid niet de enige zijn? Onthoud dat een glas rode wijn nog veel meer voordelen heeft voor het behouden van een goede gezondheid. We vatten ze even allemaal samen in het volgend lijstje. Rode wijn vermindert zowel het risico op coronaire hartziekten en beroertes door het blokkeren van een slagader in de hersenen, als het risico op ontstaan van atherosclerose of aderverkalking. De antioxidanten in rode wijn helpen om slechte cholesterolwaarden te verminderen en zorgen voor een gezond niveau van goede cholesterol. Een dagelijks glas versterkt het afweersysteem dat infecties bestrijdt en de gevolgen van allergieën vermindert. Vitamines en antioxidanten hebben een voedend effect op de huid. Daardoor kan een lekker glaasje rode wijn bij het diner de gevolgen van ouder worden vertragen of verminderen en zorgen voor een mooie, stralende huid. Rode wijn werkt bloedverdunnend, waardoor de bloedcirculatie aanzienlijk verbetert en de kans op het ontstaan van bloedklonters en ontstekingen vermindert. De aanwezigheid van heel wat vitamines, mineralen en nutriënten zoals magnesium, zink, lithium, calcium, ijzer en kalium maken van deze al eeuwenlang populaire drank een fantastische bron van heel wat gezondheidsbevorderende stoffen. Het risico op hoge bloeddruk en het ontstaan van diabetes vermindert aanzienlijk.
Verrassend is ook dat rode wijn de algemene conditie van de tanden verbetert door de aanwezigheid van natuurlijke antioxidanten die de aanwezigheid van bacteriën in de mondholte aanpakken. Het risico op ontstekingen aan het tandvlees vermindert hierdoor. Hou de regel aan van 1 glas wijn per dag en merk op hoe ook je geheugen verbetert. De aanwezigheid van antioxidanten kan veroudering tegengaan en hersenfuncties verbeteren en werkt ondersteunend bij Alzheimer-patiënten en degenen die vatbaar zijn voor het ontstaan van deze ziekte. Het risico op het ontwikkelen van kanker zou eveneens verminderen. Verschillende studies wezen uit dat de aanwezigheid van flavonoïden in rode wijn kunnen bijdragen aan de preventie van prostaatkanker. De aanwezige antioxidanten in wijn en druiven beschermen tegen aandoeningen van de ogen zoals makeldegeneratie of netvliesafwijkingen en oogklachten die veroorzaakt worden door diabetes. Belangrijk. Zoals je leest past een glaasje rode wijn perfect in een gezond en evenwichtig dieet. Bedenk echter dat overmaat uit den boze is en dat aangeraden wordt niet meer dan 2 glazen per dag te drinken als je van al deze gezondheidsvoordelen wil genieten. Te veel alcohol kan leiden tot alcoholisme. Hevige leverproblemen en tal van andere gezondheidsaandoeningen.